Yes! Welkom bij een nieuwe video. Yay! Welkom bij een nieuwe video. Deze week een hele andere video. We zitten een beetje in een overgangsweek, want er komen hele vette nieuwe dingen aan. Daarover later meer. Wij dachten dat het leuk zou zijn om een wat meer informatieve video te maken. Ja, wij hebben deze zoektocht natuurlijk heel veel geleerd. Dus in deze video bespreken we 9 dingen die wij leerden tijdens onze zoektocht. En waarom voor jezelf houden? Als wij het al weten. We weten het allemaal. We weten alles al. Nee, ongetwijfeld nog veel meer. Deze kennis hebben wij nu opgedaan. Dus het is toch leuk als we dat kunnen delen. Het is toch hartstikke nobel. Nobel van ons. Ongelooflijk. Voor als je hier nieuw bent, wij zijn Gabrielle en Jason. En sinds september 2023 reizen we fulltime rond in onze camper door Europa op zoek naar een boerderijtje. Na 6 maanden in Spanje te hebben gezeten, kwamen we erachter dat Spanje niet helemaal voor ons was. En sinds eind februari, begin maart, zijn we daarom ook in Frankrijk beland. Waarbij we eigenlijk gelijk een kriebel kregen. Ja, onverwachts. Want we hadden Frankrijk helemaal niet hoog op het lijstje. Nee. Ja, wat we toen hebben gedaan is gelijk gekeken van welke personen, welke bedrijven kunnen ons helpen. Kijken of we überhaupt een hypotheek kunnen aanvragen in Frankrijk. Dus we hebben een soort hypotheekadviseur in de arm genomen. En die heeft ons uitgerekend of het mogelijk was. En met die informatie zijn wij eigenlijk het zoekproces gestart. Hè? Ja, die informatie gaf ons natuurlijk heel veel duidelijkheid in binnen welk budget wij naar woningen kunnen kijken hier in Frankrijk. Het enige is dat we nog steeds met onzekerheid op zoek gingen, omdat het blijft de vraag of je überhaupt een hypotheek kunt krijgen als buitenlandse ondernemer. Of het nou berekend is op zoveel duizend euro per maand of niet. Je moet maar net een bank vinden die dat wil, zeg maar. En ondertussen, want we zijn nu al wel weken verder, is bij ons wel een beetje de moed in onze schoenen gezakt. Wil ik niet helemaal zeggen, want het klinkt zo negatief. Maar we zijn er nu wel van uitgegaan dat het gewoon voorlopig even echt niet gaat lukken met een hypotheek. En dat we dus over moeten gaan naar een plan B of een plan C. Dus daar zijn we nu heel erg mee bezig. Maar dat is niet voor deze video. Dat komt in de volgende video. Deze video gaan wij dus 9 dingen delen die we leerden van het bezichtigen in Frankrijk. Oké, zullen we beginnen met de eerste? Ja, begin maar gewoon. Ja. Maar de meeste mensen kennen denk ik draadstaal niet meer. Nee, ik denk het ook niet. We hebben dus 9 dingen. Ik begin met nummer 9. Nummer 9. Elke gemeente heeft andere belastingen. En dat is denk ik een belangrijk punt, maar niet iets waar je echt rekening mee gaat houden. Dat je zegt, oké, dan gaan we niet in die gemeentes wonen en wel in die. Denk ik. Maar het is wel goed om te weten. Want je hebt dus in Frankrijk de taxe foncière. Die is afhankelijk van het aantal vierkante meters die je hebt. En ook in welke gemeente je woont. En daar zit dus ook, als ik het goed heb, afvalstoffenheffing, juist, dat soort dingen zitten daarin. Dus het kan best wel verschillen per gemeente. En het kan soms oplopen tot honderden, tot een paar duizend euro per jaar wat het verschilt. En dat is wel goed om in je achterhoofd te houden. Bijvoorbeeld in bepaalde delen van de Dordogne is het veel hoger dan in de Corrèze, wat we hebben gemerkt. Dus ja, houd daar gewoon rekening mee als jij echt zoekt naar een plek waar je bijna geen lasten hebt. Je kan een huis kopen zonder hypotheek en je denkt ik wil gewoon echt super zelfvoorzienend gaan leven, dan kun je daar bijvoorbeeld wel rekening mee houden dat je dus ook maandelijks of jaarlijks niet heel veel aan die belasting hoeft te betalen. Ja, het is wel interessant, want het is iets waar je eigenlijk in eerste instantie, althans wij, niet over nadachten. We keken in de Corrèze, waar het over het algemeen heel goedkoop is. We kunnen in ieder geval noemen dat ons droomhuis, die in de vorige video te zien was, dat was 500 euro ongeveer per jaar. Ja. Ja, en toen wij even naar Dordogne gingen, toen kwamen we een Nederlandse jongen tegen en die zei van let wel op, want die taxen zijn hier echt een heel stuk hoger dan in de Corrèze. Het scheelt toch wel elke maand behoorlijk wat geld. Het volgende punt? Nummer 8. Veel makelaars reageren niet, dus wees niet zuinig met je aanvraag. Bij een makelaar binnenstappen is beter als je die mogelijkheid hebt. Ja, dit is eigenlijk gewoon het ding. Nee, wat wij hebben gemerkt is dat vaak gewoon niet gereageerd wordt op je aanvragen. Wij spreken niet vloeiend Frans, dus ja, is het veel makkelijker om gewoon online een aanvraag te doen. Dus in het begin waren we best wel zuinig van, oh ja, dit huisje, dat huisje. Ja, klopt. En nou ja, ik denk dat misschien een 20-30% reageert. Ja, zoiets. Het is per website wel anders. Ja, het is eigenlijk gewoon veel verstandiger om bij een makelaar binnen te stappen wanneer je die mogelijkheid hebt. Want dan heb je gewoon direct contact. Ja, dan kunnen ze je niet negeren, zeg maar. Kijk, ik weet niet of het ligt aan het feit dat wij buitenland zijn, want dat lezen ze dan ook wel in onze aanvraag natuurlijk, want dat zeggen we er altijd bij. Je kan natuurlijk ook gewoon bellen als jij zelfverzekerd genoeg bent om de aanvraag in het Frans te doen. Maar kan je niet bellen, of dankjewel Frankie, om dan langs te gaan, dan heb je alweer veel meer tijd en handgebaren en dan zien ze je gewoon in het echt. Dus dan kun je je sowieso wel redden als jij een klein beetje Frans kan, of een beetje Frans en een beetje Engels door elkaar. Je komt er hoe dan ook dan wel uit.
Ja. En aan de telefoon is dat gewoon veel moeilijker. Dus ga langs als het kan. Dat is gewoon het allerbeste. Nummer 7. De eerste indruk kan misleidend zijn. Het kan er namelijk heel mooi uitzien. Maar bedenk altijd goed of dit is wat je zoekt. Wat bedoel je daar precies mee? Ja, dat weet ik wel. Wat wij namelijk hebben gemerkt is dat wij soms bij huizen kwamen. En dat was met name bij huizen van of Nederlanders of Engelsen. Ja. Die er zo goed uitzagen of in zo'n goede staat waren. Dat wij daardoor al veel beter konden fantaseren dat we er woonden bijvoorbeeld. Het ging al kriebelen omdat het en een huis was dat op een mooie locatie stond. En het huis zelf zag er dan al heel goed uit. Waardoor wij gelijk dachten, wauw, dit is... Misschien is dit het dan wel, weet je wel. Terwijl als we dan achteraf daarover na gingen denken, we gingen een beetje evalueren van wat was het nou precies waardoor we er positief over waren. Dan was het meer de combinatie van de staat van het huis en de omgeving of het stuk land dat gevoel veroorzaakte. Maar het tikte dan niet echt heel veel van onze boxjes af. Ja, je moet gewoon elke keer weer teruggaan naar van oké, wat zijn onze... criteria. Ja, precies. Je kan misleid worden van het totale plaatje, terwijl dat niet per se is wat je zoekt. Sta je niet blind op de staat of op de afwerking doordat er bijvoorbeeld Nederlanders of Engelsen wonen die net wat beter de boel voor elkaar hebben en alles net wat netter hebben onderhouden. Dat doet gewoon heel veel met je en daar moet je soms even doorheen kijken om niet te snel misschien ergens voor te vallen, terwijl dat niet is wat je zoekt. Nummer 6. Een tweede bezichting kan veel veranderen, ook als je twijfelt. Een tweede keer kan namelijk een heel ander gevoel geven. Dit kan met name te maken hebben met, tenminste wat wij hebben ervaren, met weersomstandigheden of ja, hoe je humeur is. Want ja, soms slapen we wat slecht. En ja, nou ja, dat heeft gewoon zoveel impact. Ja, een voorbeeld voor ons was het huis in Trosh. Wellicht heb je die gezien in een van onze video's. In eerste instantie voelde ik het al heel erg gelijk. Maar ja, het was gewoon echt een hele donkere dag. Het was heel erg regenachtig. Waardoor vooral jij de tuin en de omgeving niet echt voelde. Nee, klopt. En ja, toen we daar een tweede keer gingen bezichtigen, en toen was het ook een mooie zonnige dag, en toen zagen we ineens zoveel voor ons. En toen zagen we ook ineens hoe groot de tuin daadwerkelijk was. Terwijl de eerste keer was het, omdat het zo regenachtig was, gingen we er even snel doorheen. Mm-hmm. Ja, ik vond het ook lastiger om met regenachtig weer de tuin in te richten of zo. Dan heb je wat minder het gevoel dat er veel kan. Het doet gewoon automatisch iets. Er wordt gebeld. Is het... Meertjeson. Meneer Humer. Dat is een caravan, dus ik denk niet dat ik meneer Humer ben. Oké, succes hè. Hetzelfde, hoi. Meneer Humer. Wat hebben ze gegoogeld dan? Dat wij in een humer zitten of ik zo? Ik denk het, ja. Oh mijn god. Ja, als het regent kon ik gewoon minder goed fantaseren over wat je waar in de tuin doet. En het doet automatisch iets met je humeur. En natuurlijk als je het leuk vindt als het regent, dat is heel positief, want dan vind je het nog leuker als de zon schijnt. Ja. Maar het doet gewoon echt wel iets met je, dus als je de mogelijkheid hebt om nog een keer te gaan kijken, zou ik het zeker doen. Want ook inderdaad, je humeur kan heel... Frenkie, wil je eens ophouden met klapperen? Onze hond is verslaafd aan klapperen. Ja, met zijn oren en dan heet het ons aankijken van, give me attention. Ja, het kan natuurlijk ook de andere kant opslaan. Je kan ook in eerste instantie denken, oeh, wauw. En dat is eigenlijk ook een beetje van het vorige punt. Dat je denkt van, oh, het heeft alles, dit en dat. Het is veel netter, omdat het bijvoorbeeld van Engelsen of Nederlanders is. En wellicht als je een tweede keer gaat kijken, dan voel je het ineens helemaal niet. Want in Frankrijk is het gewoon heel goed mogelijk om nog een tweede keer te bezichtigen. Dat wilde ik net zeggen, van hier kan het nog. Ja, en dat is wel echt heel erg fijn. Ja. En ik raad je ook aan, als je een soort van enthousiast bent bij de eerste bezichtiging, vraag dan in die bezichtiging, of tijdens die bezichtiging, gelijk een tweede bezichtiging aan. En dat hebben wij toen ook gedaan. Ja. En dan kan je... een week erop of zo. Ja. Nummer 5. Foto's zeggen niks. Let vooral op de elementen die je zoekt en ga kijken. Ik denk dat heel veel huizen, zeker in Frankrijk, heel slecht gefotografeerd worden. Ja. Hier is echt niet een bepaald standaard dat je eerst je huis gaat opruimen en een beetje netjes maakt en dat dan de fotograaf komt. Het is hier of ze maken zelf foto's of misschien komt er wel een fotograaf, maar er wordt echt niks verplaatst hoor. De afwas staat er nog en een vieze onderbroek ligt naast het bed en er wordt gewoon op de foto gezet. Ja, echt. Dat is ja. Echt, soms ben ik gewoon echt helemaal mindblown van, come on. Dat zorgt er dus ook voor dat het best wel misleidend kan zijn, omdat je dan kan denken, jeetje, wat een mooi en dit is niks voor ons. Maar als je gaat kijken, kan het wel alle facetten hebben die je zoekt. Als zij die uithalen en meenemen als ze gaan verhuizen, heb je wel een heel mooi huis dat overblijft. Ja. En daar moet je soms even doorheen kijken, dat ja, foto's zeggen gewoon heel vaak niks. En als jij gaat kijken, oké, wat zoek ik en heeft dit huis die dingen die ik zoek, ondanks hoe het eruit ziet, dan is het toch vaak wel slim om even te kijken. Je moet wel alleen kijken als je echt het idee hebt dat het de dingen heeft die je zoekt. Nummer 4. Bezichtigen helpt om meer inzicht te krijgen in wat je zoekt.
Ja, ik denk dat het voor ons gewoon steeds duidelijker werd bij elke bezichtiging van... Oh, wacht eens even. Dit doet wat met ons. Dit spreekt ons aan. En in het begin is het best wel breed waarna we op zoek waren. En eigenlijk door het bezichtigen werd het gewoon steeds duidelijker welke facetten we nou eigenlijk zochten. Mm-hmm. Van tevoren denk je, oh, misschien 2 hectare, 3 hectare is perfect. In die video van woonwensen, volgens mij nummer 5 of 4 of zo, noemen we dat ook. Maar ja. Ga eerst maar eens kijken wat een hectare is. Hoeveel is dat wel niet? Of is dat veel te weinig? Je gaat daar echt pas een beeld van krijgen als je het daadwerkelijk ziet. Ja. En dat is met heel veel dingen gewoon zo. Ja, en een ander voorbeeld is dat we bijvoorbeeld een huis bekeken die 270 vierkante meter. Nou, we hebben een huis bekeken die echt dik in de 200 nog wat vierkante meter was. En dat lijkt heel erg leuk, maar wij dachten echt, we gingen door het huis heen en kamer na kamer en ruimte na ruimte. En we dachten echt van, wat moeten we hiermee? Mm-hmm. En natuurlijk is het leuk om te gaan verhuren wellicht. Maar als dat is wat je zoekt. En wij kwamen er dus echt achter tijdens die bezichtiging. Nou, dit zoeken wij echt totaal niet. En het huis waar we uiteindelijk heel erg verliefd op werden, die was juist heel erg klein. Ja, en omdat we van tevoren zeiden van, nou ja, meer kamers is misschien ook wel ideaal, want dan kun je die nog verhuren. En ja. Wat je zegt, je bent daar dan en dan kom je erachter dat je dat eigenlijk helemaal niet wil. Nee. Ook al klinkt dat van tevoren wel leuk om het dan te verhuren, maar... Ja, en je kan denken van, dit is het ideaal beeld wat ik heb en dit is echt wat ik zoek. Maar je zult zien, en dat is wellicht niet voor iedereen zo, maar je zult zien... Ja, dat die dingen veranderen. Mm-hmm. Ja, gewoon houd er rekening mee dat het kan veranderen. Dat is het meer, ja. Denk ik. Maar er zullen ook mensen zijn die denken, ik wil hiervoor gaan. En die gaan er gelijk voor. Ja. En dat blijft zo, dat kan ook. Nummer 3. Een kritische blik op jezelf is noodzakelijk. Bekijk je het vanuit een romantisch ideaalbeeld of houd je rekening met je eigen sterke en zwakke punten? Dat is een goed punt. Dit is best wel een goed punt inderdaad. Zeker voor ons. Voor ons is dat denk ik met name zo dat... Je bent natuurlijk al maanden aan het fantaseren en daar komt ook wel wat... romantisering bij, van hoe wij het graag voor ons zouden willen zien. En op een gegeven moment moet je echt wel gaan nadenken van, hey, het beeld dat wij nu hebben geschetst, is dat echt wat wij willen? Is dat ook echt wat bij ons past? Of is dat een bepaald beeld die je hebt van een situatie die heel mooi lijkt, maar waar jij of waar je samen eigenlijk helemaal niet echt in past? En daar kwamen we op een gegeven moment wel achter van, hey, je ziet ook heel veel op social media natuurlijk wat je kan vergelijken van, oh, wat vet, dan ga je zo'n bouwval kopen en dan ga je dan helemaal opknappen, ja. En dan zie je helemaal per maand wat er allemaal gebeurd is en hoe dat opgeknapt is en dat ziet er dan heel vet uit en dat vind ik heel inspirerend en dan denk ik ook wel, ja, eens van, oh, dat gaan we doen en dat heb ik vet veel zin in. Maar als je dan echt goed gaat nadenken van, is dat iets wat wij zouden moeten doen of kunnen doen, dan kwamen wij er in ieder geval achter van, ja, echt zo'n klushuis. Wij zijn beide best wel stressgevoelig, als in, als het chaotisch om ons heen is, dan kan dat heel veel doen in ons hoofd. Gewoon dat de rust gewoon verdwijnt. Ja. En dat doet dan weer iets met ons humeur. En om dan maandenlang in zo'n bouwval te zitten bijvoorbeeld, ja, dat gaat niet goed komen, zeg maar, met hoe wij in elkaar zitten. Nee, je moet gewoon heel realistisch kijken naar jezelf. En ja, als wij eerlijk zijn naar onszelf, wij zijn geen klussers. Nee. En nou, we staan wel elke keer versteld van wat we kunnen. En ik denk dat, ja, een mens meer kan dan dat hij zelf denkt. Maar overschat jezelf niet. Nee, want... en je kan ook heel veel leren natuurlijk. Hè? Dus als dat jouw doel is of jouw ambitie is om zoiets van scratch te gaan leren door een bouwval te kopen, dan is dat natuurlijk ook een optie. Ja. Maar wij kwamen er gewoon achter, wij willen niet een jarenplan in een huis opbouwen hebben. Want we hebben andere plannen en andere doelen die we graag willen doen. En past dan zo'n bouwval bij die doelen die we hebben? Nou ja, wij kwamen... Op een nee uit. Nee, bij ons was gewoon de focus van, we willen buiten dingen doen en we willen wel dingen bouwen. En een schuur verbouwen bijvoorbeeld, dat, ja, lijkt ons geweldig, maar we willen niet eerst een jaar of misschien wel 2 jaar bezig moeten zijn met een verbouwing. Dat, dan raken we het overzicht kwijt. Mm-hmm. De globale tip die erin zit is, bedenk gewoon goed wat bij je past. Ja, kortom, wees gewoon realistisch naar jezelf. Pas op dat je niet, ja, een te romantisch beeld krijgt van iets. En wellicht is het een heel goed idee om mensen te contacten die al hetgene doen wat jij graag wilt gaan doen. Mm-hmm. En die zullen je want ik denk dat ze op Instagram natuurlijk en op social media vaak een heel romantisch beeld te zien krijgt. Mm-hmm. Wellicht ook wel de minpunten, maar ja, neem gewoon contact op met zo'n persoon en die zal je er waarschijnlijk gewoon
heel veel over vertellen. Wat je echt daadwerkelijk tegenaan gaat lopen. Ja, ik vraag gewoon naar de dingen wat minder leuk is aan het project wat ze doen. En houd er gewoon rekening mee inderdaad dat op social media alles er gewoon vet goed uitziet. Behalve bij ons. Maar ja, niet iedereen deelt ook de negatieve kanten of de minder leuke momenten. Of onzekere momenten. Ook met fanlife. Je hebt gewoon soms dat je bang bent 's avonds of dat je ergens aan de kant van de weg moet staan. Of ja, er zijn gewoon heel vaak dingen wat opgelost moet worden. Er is altijd wel iets met je camper wat kapot gaat. Daar moet je allemaal wel tegen kunnen. Want als je daar niet tegen kan, kan het best wel zijn dat je van tevoren denkt... Wauw, ik ga helemaal dat fanlife vrije leven tegemoet. En dan in de praktijk, in de werkelijkheid, is het helemaal niet zo leuk. Nou, daar wil ik nog wel eventjes iets aanvullends over zeggen. Geef het een paar maanden. Want je zult zien dat pas bij de derde maand je echt gaat denken van... Oh, wacht even, nu begin ik de dingen. Ja, klopt. Een beetje volgens mij heeft het bij ons wel een half jaar geduurd voordat we echt dachten... Oké, nu is het oké. De eerste maand ging letterlijk alles stuk. Dat is voor een andere video, maar dat wil ik nog wel even erbij. Ja, het is wel een goeie. Nummer 2, vooraf je hoofdwensen opschrijven helpt enorm. Die kun je er altijd bij pakken na een bezichtiging om te checken of je wel realistisch oordeelt. Ja, dit is echt wel een dikke tip. Dit hebben wij ook samen gedaan. Dat kun je terugzien in video 4 of 5. Ja, ik weet ook niet precies meer. En het is ook gewoon heel erg leuk om te doen. Ja, bijna eigenlijk stap 1. Ja, en wat wij hebben gedaan is gewoon eigenlijk verschillende categorieën gemaakt. Bijvoorbeeld, in welke omgeving moet het liggen? Hoe moet het huis zijn? Wat voor tuin zoek je? En dan eigenlijk per onderdeel schrijf je per persoon. Maar dat kan natuurlijk ook heel goed alleen. Maar als je samen bent of met een groep, per persoon individueel schrijf je binnen 5 minuten op wat jij vindt dat onderdeel moet bevatten. En waarom maar 5 minuten? Het zorgt ervoor dat je niet enorm de details ingaat en eigenlijk de dingen die in je opkomen gelijk opschrijft. En deze dingen ga je met elkaar bespreken en daar kun je dan achteraf nog altijd mee de details ingaan. Maar dit is gewoon een hele leuke en goede manier om inzicht te krijgen wat je nou daadwerkelijk zoekt. En het is mega handig na elke bezichtiging om te kijken van hey, ik was heel enthousiast, maar komt het nog overeen met de wensen die ik eigenlijk voor mezelf of die wij voor onszelf hebben opgeschreven? Mm. Wat daar ook leuk aan is, gaandeweg, als je langer met je zoektocht bezig bent, kunnen die dingen ook gewoon veranderen. Want bijvoorbeeld wat je net al noemde, wij dachten van 3 hectare grond en dat gaan we dan een heel groot deel permacultuur. Maar ja, realistisch gezien, laten we eerst maar beginnen met een mooie moestuin. Ja. Ja, 3 hectare grond onderhouden is wel heel erg veel. Nou, dus zo kun je dingen bijstellen, maar het is gewoon goed dat je dit voor jezelf duidelijk hebt voordat je begint met zo'n zoektocht. Anders weet je eigenlijk gewoon niet waarna je precies op zoek bent. Mm-hmm. Heb ik het goed gezegd? Super goed gezegd. Wil je nog iets aan toevoegen? Nee. Mag ook in de krant. En dan het laatste punt, nummer 1. Het keuringsrapport bevat veel belangrijke info. Ja, in Frankrijk noemen ze dat dossier diagnostiek techniek, geloof ik. Yes, in één keer goed. En vraag altijd aan de makelaar of dat dossier beschikbaar is. Want daar kan je dus heel veel informatie uit halen met betrekking tot het riool of de septic tank, asbest, elektriciteits... Hoe zeg je dat? Afsluitingen. Ja, gewoon elektra. Elektra. Ook wel over klimaatdingen, zoals overstromingen bijvoorbeeld, kan er ook in staan. Ja. Dus ja, er staat gewoon heel veel informatie in die je niet bij een bezichtiging te horen krijgt. En waar je natuurlijk wel, dat wil je gewoon weten. Dit hebben we trouwens als tip gekregen van een van jullie. Dus waarschijnlijk, als je kijkt, dankjewel voor de tip. Het is zo belangrijk en wij wisten niet dat zo'n dossier er überhaupt was. Over het algemeen zijn die er dus wel. En kun je dat gewoon aanvragen? Ja, een hele enkele makelaar, dat hebben wij 1 keer meegemaakt, die gooide het rapport gewoon op tafel van hey, het is er, kijk. Ja. En ze nam ook alle punten door. Dat was dat huisje van een ton. Ja, en dat is gewoon heel erg fijn. Dus vraag daarna. Ja, als Nederlander ga je er niet zo snel van uit, omdat je in Nederland ben je gewoon heel erg gewend van oké, ik wil een keuringsrapport laten opmaken. En vandaag de dag, als je dat überhaupt wil, dan is de kans heel erg aannemelijk dat je dan gewoon niet bij de selectie zit. Dat je de woning überhaupt niet krijgt. Omdat er altijd wel een gek is die zegt van ik doe geen keuringsrapport. Mm-hmm. Dus ja, vraag hierna. Dat is wel echt een dikke tip. Dat was alweer de laatste. Nou, hopelijk heb je er wat aan. Mooi. Ja, mocht je hier vragen over hebben, laat het vooral weten. Zet vooral je eigen tips ook in de comments, want dan hebben we straks een hele lijst met allemaal goede tips. Ja, absoluut. En dan kunnen mensen die gaan bezichtigen altijd deze video aanklikken en alles
bekijken wat erin staat. Dus dat is misschien wel leuk. Dat is een goed idee. Vind je nou onze video's ook een beetje saai worden? En mis je een beetje de humor? Dat kan kloppen. Abonneer dan niet. Abonneer je dan niet. Op ons kanaal. Nee, de humor die moet een beetje terugkomen. De afgelopen weken waren ook gewoon niet heel grappig, denk ik. Nee, toch? De afgelopen weken waren wat minder leuk. Afgelopen weken waren gewoon ook een stuk serieus. Maar we zijn er weer, hoor. Ik wou zeggen, want we hebben echt wel een topweekje achter de rug. Ben de regel, hè? Ben de reep. Nee, er wordt lachen. Wat lachen. Er komen mooie dingen aan. En daar hebben we heel veel zin in. En het is heel irritant om de hele tijd van die hints te geven dat je niks zegt. We hebben de hele tijd wel van die cliffhangers. Ja, dat vind ik eigenlijk best wel irritant. Want als ik andere video's kijk en mensen doen dat, dan denk ik echt, ja, of zeg het gewoon, of zeg gewoon niks. Maar ga dan niet zo hints geven alsof je zelf super belangrijk bent en dat iedereen het dan heel graag wil weten. En wij kunnen onze mond nooit houden, dat is het probleem. Dat is het ook. En ik wil ook nog niet alles gelijk vertellen, want we hebben het net allemaal besloten. We moeten even zorgen dat een aantal dingen gefixt worden, ook met de camper. Het is nog net niet 100% zeker om dit soort dingen te delen, want straks gaan wij onze mond weer voorbij praten, gaat het toch niet door. En dan hebben wij weer te veel gezegd. En dat is eigenlijk waarom we het nu niet vertellen. Oké, nou, mooi, goed verhaal. Volgende week gaan we dus gewoon alles vertellen. Ja. En daar hebben we zin in. Ja. Oh ja, en als je nou nog niet hebt gezien welk droomhuis aan ons voorbij ging, kijk dan even naar de laatste video die nu aanbevolen wordt. En dan zien we je hopelijk volgende week weer. Tot volgende week. Het is de Fentimans Show. Je bent in deze video helemaal niet voorbij gekomen, Fentimans.